Hallo, mijn naam is Valentin van Hekken. Ik ben vrijwilliger bij Naturalis en ik ben met name bezig met het 3D digitaliseren van de T-Rex. Ik maak daarvoor gebruik van een handscanner van het type Artec Eva. Die werkt met 3 verschillende camera's die allemaal naar hetzelfde punt kijken, waarbij een zwart-wit licht geprojecteerd wordt en de vervorming van het patroon zorgt ervoor dat er direct 3D-informatie uitgehaald kan worden. En dat betekent dat we plaatje voor plaatje eigenlijk in een paar simpele bewegingen een 3D-model kunnen creëren. Door meerdere opnames te maken van alle kanten van een object, kunnen we dan een volledig gesloten 3D-model maken. Dat 3D-model dat gaat vervolgens naar de printer. En deze printer die zorgt er dan voor dat het bot eigenlijk in een hele hoge nauwkeurigheid en resolutie 0,3 mm uitgeprint krijgen. En dit is dan hard, stevig en uitermate licht. En ideaal om de ontbrekende botten in te vullen in de T-Rex. Zo hebben we met name veel van de rechterkant van de T-Rex en de linkerkant niet. Die uiteraard eigenlijk hetzelfde is, alleen gespiegeld. Dat is het mooie van een digitaal model, dat kunnen we ook spiegelen. En vervolgens printen. Dan hebben we dus van een rechterbeen een linkerbeen gemaakt.